Goede tijden, slechte tijden. Shorty. Wie maakt het uit met Sjoerd? En wat zegt Sjoerd? Jij wil dit niet en ik wil dit niet. Volgens mij wil zij dat wel, want ze heeft het net uitgemaakt. Dus volgens mij wil zij dat wel en jij wil dat niet. Geen dank voor de uitleg. Ik wil alleen maar 50 cent. Kom maar. En wat zegt Ricky op dat moment? Hey, jongens, ik ga weg. Ik zie jullie later, ja? Terwijl zij alles heeft aangericht. Dat is alsof je iemand steekt. Ambulance komt langs en zegt: hey, jongens, ik ga weg. Doei. Kom op. En wie tegen Sjoerd? Het zit niet goed tussen ons. En Sjoerd, het zit niet goed in jouw hoofd. Oh, shit. Dat is volgens mij een gevoelige snaar. Wiet komt net uit de koekoehuis, weet je. En beetje risky om te zeggen. Wiet. Natuurlijk heel stoer. Beetje uithuilen bij de zus. Zogenaamd alsof ze het helemaal niet erg vindt. En wat zegt zij? Ja, hij komt er nog wel achter dat hij me voor niks heeft laten schieten. En dat was wel grappig, want schieten, daar heeft Wiet een verleden mee. Dus een beetje een rare aparte woordkeuze. Maar oké, ongelukkig. En opeens dacht ik, sinds wanneer is er een boksschool in Meerdijk? Hoezo is dat er opeens? Opeens is er een boksschool, opeens moet die verkocht worden, opeens dit, opeens dat. Is die opeens opgedoken als een of andere UFO? En Bing tegen Jeff, ja, dance, weet je wel, dance is helemaal in. En Jeff, ja, tango en zo. Jeff, ik weet dat je oud bent, maar hoe oud ben je precies? Hoe oud ben je? Ben je 200? Voor Christus. De rechtszaak Anton tegen Ricky. Want Anton heeft Ricky verkracht. Verkracht. Die was natuurlijk bezig. En wat zegt Sjoerd gewoon tegen Anton? Door jou is het uit. Door jou is het uit. Hoezo is het door hem uit? Wat heeft hij gedaan? Het is volgens mij allemaal jouw schuld. Jij gelooft een psychopaat. Jij gelooft vieze Ricky. Vervolgens noemt de advocaat van Ricky alle fouten op van Anton die hij ooit heeft gemaakt in de wereld. Ja, je ging vreemd met die. Ja, je hebt het sap vanmorgen verkeerd ingeschonken. Ja, hij ging nog net niet naar zijn babytijd. Ja, toen je baby was heb je voet gestoten, dat mocht niet. Wow. Wow. En Ricky, ja, hij heeft gewoon... Ik was bij hem in de kamer en hij heeft me toen gewoon... Ja, alles werd anders. Hij werd anders. Hoe bedoel je, hij werd anders? Werd hij een robot of zo? Praat duidelijk. Wat? Hij werd anders. Alles werd anders. Transformer. Wat denk jij? Maar ja, Anton kon zich natuurlijk niet gedragen en is echt een maloot. En zat er de hele tijd doorheen te praten en hij kon zich niet inhouden. En gaat gewoon naar Ricky. Zo van, ja, wat zeg jij? Zeg dat het niet waar is. Zeg dat het niet waar is. Echt slim bij een rechtszaak. Zo ga jij die rechtszaak winnen, jongen. Top. Dat was weer de shortie van vandaag. Wat vond jij van de aflevering van vandaag? Volgens mij begint het weer een beetje in een stijgende lijn te komen. Volgens mij wordt GTST weer wat spannender. Maar ja, wat denk jij dat er morgen gaat gebeuren? Gaat Ricky de rechtszaak winnen? Of niet? Wat denken jullie? En wat vind jij van Ricky? Ik vind er... Nou, ik heb dit al gezegd. Laat maar. Maar ja, wil jij de shorty van gisteren zien die ik heb gemaakt? Kijk dan terug in de lijst, de afspeellijst van GTST. En dan ga je hem zien. Checken. Doen. En ja, wil jij morgen weer de shorty? Geef dit dan een duimpje omhoog. En deel dit met alle GTST-fans. Doen. En abonneer op mijn kanaal.